Het is donderdag en mijn stem doet het nog niet helemaal. Maar ja, ik heb eigenlijk niet zoveel te plannen vandaag. We waren wel weer vroeg wakker, 5:30. Maar ik voelde me eigenlijk prima, dus ik dacht, nou weet je, laat maar. We hebben nog geprobeerd om te slapen, maar het werd echt niet meer. Dus nu beneden heb ik ontbeten en de wasmachine staat aan. Het is een hele druilerige dag. Het is alleen maar aan het regenen. Het is ook nog donker buiten. Daarom ook dit slechte licht. Mijn bril die geeft ook allemaal schaduw op mijn gezicht. Dus het is allemaal niet echt goed. Nou ja, maakt ook niet uit. Ik ben wel weer van plan om te zorgen dat vanochtend alles klaar is. Zodat ik vanmiddag niet meer per se iets hoef. Want ja, als ik zo vroeg wakker ben, dan ben ik in de middag gewoon een beetje verrot, wou ik zeggen. Dan is vanmiddag niet meer zoveel van de hand te maken. Dan ben ik gewoon moe. Nu wil ik ook nog een beetje genieten van mijn vrije dag. Dus, maar goed, jullie gaan gewoon weer gezellig mee. Ik was helemaal niet aan het opnemen. Ik was aan het vertellen dat we naar buiten gaan en dat het regent, maar dat we gewoon een paraplu mee gaan nemen, hè? Ja. Ja, gewoon met een paraplu. Dan gaan we gewoon lekker naar buiten. We wilden eigenlijk naar de Koperen Ezel gaan, weer eens een keer. Alleen ja, het is natuurlijk niet zo lekker om tussen de dieren te lopen en te spelen in de speeltuin als het zo regent, dus nou ja. Lekker wandelen. Wat zeg je? Ja. Hey, dat. Heerlijk buiten. Het is ook helemaal niet koud, alleen regen. Hallo baby, mama. Ja, dat is goed. Ik kreeg dus een mailtje van het ziekenhuis. Ik zou morgenochtend gebeld worden, maar het is opeens verplaatst. Ik denk dat de gynaecoloog ziek is, want ik heb opeens een andere gynaecoloog die mij gaat bellen. Nou, mijn afspraak is dus verplaatst en ik word op een later tijdstip gebeld. Dus dat vind ik eigenlijk wel een beetje vervelend, want de tijd dat ze eigenlijk zouden bellen, kwam wel gunstig uit op mijn werk. En nu is het opeens in de spitstijd dat ze mij gaan bellen. Maar ja, waarschijnlijk loopt het ook weer uit. Wordt het weer veel later. Dus wie weet. Waarschijnlijk gaan ze, als ik ervan uitga dat het later wordt, gaan ze waarschijnlijk pas bellen na werktijd. Want ik werk tot 4:30. Ze zullen maar bellen om 2:15. Vorige keer zouden ze mij bellen om 3:00. En zouden ze ook, hebben ze ook pas om 5:00 gebeld. Dus nou ja. We gaan het wel zien. Verder gaat het hier eigenlijk prima. Ik ga mij er niet meer naar bed doen. Afgelopen week heb ik het wel gedaan. Omdat ze zulke slechte nacht had en dan liet ik haar een uurtje slapen tussen de middag. Maar ze oogt helemaal niet moe. En gisteren heeft ze ook niet geslapen. Dus ik ga het ook gewoon niet meer doen. En dan hoop ik dat die slechte nachten ook minder worden. Op vakantie sliep ze ook helemaal niet overdag. Ja, soms in de auto even een kort dutje. Maar toen kwamen we terug en toen was ze toch elke keer best wel heel moe overdag. Dus toen zei ik al van nou, dan gaat ze maar, oh kijk die tafel. Ja, dat is het echte leven hier. Zo ziet het eruit. Maar, kijk hier valt het wel mee. Hier is het allemaal gewoon netjes opgeruimd. Ik vind mijn kind in bal toch wel een van de meest rustgevende dingen die er is. Samen met de was doen. Ja, het regent heel hard. Nee, ik wil uit. Regen. We spelen verstoppertje. Maida.
Deze. Ja, dat is de vraag. De vraag is, willen wij een witte keuken of willen we deze kleur keuken? Daar moeten we eventjes over na gaan denken. Mama, ja. Ik zoek deze, deze. Ja, dat weet ik nog niet. Ik denk die. Deze. Ja. Of deze. Nee, ik denk die. Ja. Dank je. We zijn dus al een tijdje bezig met een keuken. En we komen er eigenlijk gewoon niet uit welke kleur het moet worden. We zijn onlangs ook voor een vloer bezig kijken. Maar de vloer moet natuurlijk precies tegenovergestelde van de keuken worden. Dus als we een donkere keuken, dan willen we een lichte vloer. Toen gaan we voor de witte keuken, dan gaan we weer voor een tint donkerder aan vloer. En wit is natuurlijk heel neutraal en tijdloos. Maar ja, wij wilden eigenlijk wat anders. Want we kijken straks vanaf de zithoek zo recht de keuken in. We zijn bang dat het dan een heel groot wit vlak wordt. Maar ja, we hebben ook geen voorbeeld. Dus het wordt echt een gok op gevoel wat het nou eigenlijk gaat worden. Maar hij is nog even aan het kijken. Oh, plintje ernaast. Ja hoor. Zij was heerlijk in bad geweest vanmiddag. Al vroeg, want omdat het zo druilerig weer was. We waren al heel lang buiten geweest vanochtend. Wist op een gegeven moment, dacht ik ook van ja, wat gaan we nu nog doen? Maar ze wilde in bad, dus ik dacht, dat vind ik een prima idee. En toen viel ze daarna op de bank in slaap om 4:15 of zo. Ik weet het niet meer. 4:15 misschien. Maar toen heb ik hem maar 3 kwartier laten slapen. Nee, ik denk dat het 4:15 was. En daarna was ze weer helemaal actief. Wil je ook foto maken? Oh, wil je een foto maken? Ga je in je mond stoppen dan? Nee. Ik zal binnenkort even een nieuw vest kopen, want ik loop echt alleen maar in dit vel. Nou was ik hem wel elke keer om, maar dan trek ik hem gewoon daarna gewoon weer aan. Want ik heb verder geen vesten, want ik heb heel veel kleding weggedaan. Ja, ik heb nog maar 1 vest en deze. Dus ik heb 2 vesten, maar die ene heeft geen rits en ik vind de rits gewoon heel fijn. Dus misschien moet ik gewoon even een andere kopen nog. Een fijne met een rits, maar dan niet met een printje. Want dan valt het niet zo op dat ik elke keer hetzelfde vest draag. Maar ik vind het wel leuk geweest voor vandaag. Ik geef nog even de katten eten en drinken. Het is 8:30. Ik heb nog even lekker te eten vanavond. Meira is op tijd naar bed gegaan. Die lag er om 7:00 in. Dat zijn we helemaal niet gewend, want we hebben altijd opgehouden tot 7:30. Maar nu is het gewoon echt helemaal van de dutjes af. Eigenlijk al sinds de vakantie. Alleen ze mochten mij af en toe nog wel een 3 kwartier slapen of een uur op de opvang. Omdat ik het toch een beetje sneu vond, want het zijn best wel lange dagen voor haar en veel prikkels en zo. Maar met die drama-nachten van de laatste tijd, nee, niet meer. Heb ik dat al verteld? Ik ben echt blur gewoon. Allemaal blur in mijn hoofd. Maar goed, ik ga lekker slapen. Ik neem nog een lekker kopje thee mee naar bed. Want elke donderdag neem ik me voor om vroeg te gaan slapen. En altijd komt er weer wat tussen. Dus nu ga ik gewoon lekker douchen. Nee, ik ga thee drinken, douchen en naar bed. Het is de volgende ochtend. Het is vrijdag. Ik ben even mijn haar tas aan het checken of alles erin zit. Reserve, kleding, dat soort dingen. Nog super vroeg. Ik werd om 5:00 werd ik wakker geschreeuwd door Meira. Mijn wekker staat om 5:30. Dus ze wilde niet meer gaan slapen, maar ik heb mijn poot stijf gehouden. Dat ze moest slapen, omdat het nog nacht was. Toen heeft ze gehuild tot 5:50 en toen sliep ze weer. Dat is het nu. Dus ik hoop dat ze nog even doorslaapt tot 6:15. Dan maak ik haar wakker. Want ja, anders komt het natuurlijk niet goed vandaag. Ik ben ook echt blij dat ik gisteren om 8:30 al naar bed ging. Kijk, ik lag 9:00 ging de lamp uit of zo. Ik sliep ook niet meteen. Maar als ik om 10:00 naar bed was gegaan en om 10:30 pas lag. En daarna nog niet meteen sliep. Dan had ik echt me niet zo fit gevoeld vandaag, denk ik.
Dan was het heel laat geworden. Dus ik ben echt blij dat ik nu gewoon fit de dag begin. Ook was ik al wakker om 5 uur. Wie had dat gedacht dat ik dat ooit zou gaan zeggen? Maar nu heb ik dus nog even tijd om de vlog te editen voor zondag. Inmiddels ben ik weer thuis, dus het avond. Brengt mij even naar bed. Ik heb de keuken weer netjes. Trek even een blikje Fanta open. Lieve cola, maar hè, kan niet altijd feest zijn. Die cola's op. Ik zal jullie nog even updaten, want ik had vandaag een telefoontje met gynaecoloog. Die heeft mij gebeld. En die heeft mij even alles uitgelegd over hoe en wat. Want eerst wilde ze de behandeling gaan doen met een zalf. Maar ik heb me dus ingelezen, ik wil die zalf niet. Dus nu gaan ze toch de andere behandeling doen. En dan gaan ze een stukje weghalen van de baarmoedermond. En dat is niet een hele ingewikkelde behandeling. Je bent ook binnen 15 minuten is het eigenlijk allemaal weer gebeurd. En sta je weer buiten. Even een slokje hoor. Alleen... Je moet daarna wel rustig aan doen. En ik mag een week geen zwaar werk doen. Dus ik mag een week niet werken. Ik mag een week niet werken en de tweede week geen zwaar werk. Dus ik moet de tweede week ook nog een beetje rustig aan doen. Dus ik had, ze heeft me alles uitgelegd. En heel uitgebreid verhaal. En alles wat ik wilde weten kon ik vragen. En daar had ze ook alle tijd voor. Dus dat was wel fijn. Dus, ik ben volledig op de hoogte. Eigenlijk niks nieuws hoor. Ik wist heel veel, wist ik al, want ik had heel veel al gelezen op internet. In brochures van ziekenhuizen en zo. Maar goed, nu is het afwachten. Nu is het wachten op een oproep. Ik denk dat ik maandag daar al wel bericht over krijg. Ik verwacht niet dat ik volgende week al word geholpen, maar die week daarna denk ik. Dus, dat was het eigenlijk. Tijd voor weekend. Hierover. Wil je weer fietsen? Oké. Okay. Leuk. Vind je niet leuk? Nee. Oh.
Wij zijn gezellig in het centrum al eventjes om lekker te eten. Want er is een soort van evenementje in Epe. Smakelijk Epe heet het. Waar je allemaal kleine hapjes kan proeven en heerlijke wijntjes kan drinken. Maar we moesten even gauw naar huis. Want Mayra moest naar de wc. Jas uit. Nee, hoeft niet. Kijk, gaat hartstikke goed. Ik wil wel jas uit. Nee hoor, gaat goed zo. Zie je dat? Op dit soort momenten is het wel fijn dat je gewoon midden in het centrum woont. Even gauw naar huis kan.